ik ben altijd al een ochtendmens geweest, maar ik merk dat ik in het najaar best wel moeite heb om mijn ochtend te beginnen. Ik ging vandaag rond 1:08 uit mijn bed. En aan de ene kant is dat wel lekker, maar aan de andere kant ook weer slecht, want ik heb gewoon school. Het liefst had ik om 6:30 mijn bed al uitgestapt, maar vandaag had ik er niet zoveel zin in. Maar ik ga vandaag gewoon lekker rustig de dag beginnen. En ik zie wel wat ik allemaal gedaan krijg. Ik ben de laatste tijd helemaal into een bepaalde haarstijl. Dus dat ga ik even maken. Ik hou ontzettend veel van sieraden. Het maakt je outfit echt helemaal af. En mijn voorkeur gaat dan ook naar minimalistische sieraden. Zoals je al eerder in deze video hebt kunnen zien, draag ik vandaag ook een aantal sieraden. Ze zijn van het merk Ana Luisa en deze video is ook door hen gesponsord. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor en blij om, want ik ben echt een groot fan van hun merk. Ik vind de ontwerpen echt super leuk. Ze zijn ideaal voor iedere gelegenheid. Op dit moment draag ik goudkleurige sieraden, maar ik heb ook periodes dat ik zilver draag. Het ligt heel erg aan mijn stemming, waar mijn voorkeur naar uitgaat. Naast dat de ontwerpen van Ana Luisa heel erg leuk zijn, zijn ze ook nog eens bezig met duurzaamheid. Ze proberen zo duurzaam mogelijk de sieraden te produceren. En de prijzen zijn nog eens aantrekkelijk. Het begint bij $39 en dat vind ik echt een hele chille prijs voor sieraden die lang meegaan. Ik zal wel eventjes een linkje hier in de beschrijving zetten, mocht je ook nog op zoek zijn naar leuke items. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Ik draag met heel veel liefde. Vandaag is het de eerste dag dat ik het draag, maar ik denk dat ik na vandaag het non-stop ga dragen. Zoals je hier overduidelijk kan zien, is dit de tijd. Oké, voor mij doen is dit redelijk laat. Normaal gesproken zit ik eigenlijk al om 8:30, 9:00. Achter mijn computer, achter mijn laptop. Maar vandaag gaan we mijn desktop werken. Ik doe ook altijd deze bril op, want ik merk echt het verschil. Want dit zorgt ervoor dat je minder last krijgt van het blauwe licht. Dus alleen even schoonmaken zo. Maar ik vind het wel echt chill. Deze ochtend moet ik wel een aantal dingetjes doen. Ik heb een aantal dingen voor school op de planning staan. En ik moet mijn mail gaan checken. Ik denk dat ik daarmee ga beginnen. En wat ik voor school moet doen is best wel leuk. Want we zijn sinds dit schooljaar begonnen met een onderneming. Met 4 andere meiden. En ja, nu begint het echi als het ware. Van eerst hadden we in het eerste blok, dus de afgelopen weken, hebben we heel veel onderzoek gedaan. Hebben we ons idee op papier gezet. En nu gaan we onze eerste klanten werven. En dat is heel erg leuk. We hebben echt een superleuk groepje. En hopelijk dat het een succes gaat worden. Oh, en hij gaat weer op sluimer. Joe. Ik ben het afgelopen uur wel goed en productief bezig geweest. Hierbij hou, maar ik ga straks weer verder. Maar wat ik even wilde doen is, ik heb hier mijn journal. Ik wilde even gaan journalen. Dingen opschrijven is echt iets wat ik heel erg fijn vind. Ik probeer het elke dag te doen, maar soms heb ik er om eerlijk te zijn even geen zin in. Maar ik ga nu gewoon een aantal minuutjes dingen opschrijven over hoe ik me voel. Wat mijn doelen zijn. Dit is mijn koffie- en theehoekje. Het is niet heel erg fancy. Het is prima. Maar dit zijn de opties. Even kijken waar ik het meeste zin in heb. Ik heb cappuccino. Ik heb latte macchiato. Caramel macchiato. Ik denk dat ik gewoon voor een hele chille cappuccino ga. En mijn cappuccino neem ik altijd met caramel siroop. Er zit dus een caramel cappuccino. Zo, ik dacht, laat ik mezelf maar even naar de bank verplaatsen. Het is inmiddels bijna 11 uur. En dat betekent dat de ochtend bijna voorbij is. Niet helemaal. Maar ja, dit was voor mij een rustige ochtend. Ik nam de tijd om alles te doen. En dat is ook wel energiebesparend, moet ik je zeggen. Soms is dat ook wel lekker. Ik heb dagen dat ik in de ochtend zoveel mogelijk gedaan wil hebben. Dan time ik ook dingen. Maar vandaag is niet zo'n dag. Maar ik heb nu mijn laptop op mijn schoot. Mijn koffie. Hier is mijn koffie. En dan gaan we weer verder. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om samen met mij mijn ochtend te beginnen. Laat vooral weten hoe jij je ochtend begint. En hoe laat je 's ochtends wakker wordt. Wat vind je nog meer leuk om te weten? Ja, of je een standaard ochtendritueel hebt of zo. Even een reminder, mocht je nog op zoek zijn naar nieuwe sieraden voor jezelf of als cadeau, dan staat een linkje van de Ana Luisa website hieronder in de beschrijving. Dus ja, ik ga genieten van mijn kopje koffie die nog eigenlijk een beetje te warm is om te drinken. Ik ga weer verder aan de slag en mocht je meer van mij willen zien, dan kun je me natuurlijk ook op Instagram volgen. Video-ideetjes zijn altijd welkom. En ja, hopelijk zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei!